Welkom bij de FC Straat Youth League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Zoals altijd staat er heel veel op het spel. Het is alles of niets. Wat een redding! Jij bent de felste. Jij moet iedereen hebben, oké? Iedereen. Er staat een mooie wedstrijd op ons te wachten. Hier zie je de ongeslagen boys uit Alkmaar. Ze hebben letterlijk elk team van het veld geslagen. Met ook nog eens prachtige acties en combinaties. Zij zijn op dit moment de street captains van de onder 13. Dus alleen zij mogen deze exclusieve aanvoerdersbanden dragen. Per leeftijdscategorie zoeken we ook de MVP. En Anton is iemand die daar zeker kans op maakt. Ik ben niet de enige die dat vindt. Als er één MVP is, de beste speler van de tegenstander, wie kies jij? Ik weet niet hoe die maar die klein. Anton. Ja. Hij maakt ook nog eens hele mooie goals en hij toont leiderschap, wat zeer belangrijk is, want bij FC Straat speel je zonder coach. Ik ging net gewoon pressen en toen werd de keeper de eerste keer bang. De tweede keer schoot hij die bal meteen weg. Dus gewoon vol pressen en die bal aanpakken. Want als je prest, krijg je geen controle, glijdt ze uit. En wij moeten ons spel blijven spelen. En hun eigen spel spelen is precies wat ze bleven doen, want ze blijven maar winnen. Wie kan dit team nog stoppen? Ja, waarschijnlijk heb je deze video al eerder gezien, de matchday van Anton. Maar in die wedstrijd zag ik een andere jongen die bijzonder goed is. Hij heet Marijn en kwam die dag voor Anton in de wedstrijd. Hij maakte ook nog eens een goal. En toen dacht ik, laat Marijn dan een team maken en Anton uitdagen. Dit wordt een zeer boeiende wedstrijd. En daar gaan jullie nu naar kijken. Ik ben Anton, wij komen uit Alkmaar en wij zijn de street captains. Ik ben Marijn, wij zijn Amsterdam en dit is mijn team. Anton en ik zitten in hetzelfde team bij AZ. Ja, we zijn eigenlijk concurrenten van elkaar, dus het wordt een leuk potje. Ja. Jullie kunnen vandaag van ons verwachten dat wij gaan uitblinken, dat wij mooie goals gaan maken, mooie passes, acties. En dat ze helemaal kapot gaan maken. De wedstrijd gaat zo beginnen en mijn boodschap aan de tegenstander is... Veel succes, de beste mogen winnen. In de FC Straat Youth League kiezen we ook een MVP uit, oftewel de meest waardevolle speler. En die maakt kans op deze legendarische MVP trophy. Hierbij een aantal beelden op een rij van spelers waarvan wij vinden dat ze kans maken. Anton, mooie kapbeweging! Laat weten in de comments welke speler jouw favoriet is. Welkom bij de FC Straat Youth League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Zoals altijd staat er heel veel op het spel. Het is alles of niets. Straks in deze video zie je hoe iemand kans maakt op een PlayStation 5. En als de street captains vandaag weten te winnen, dan winnen zij allemaal de beloofde sneakers. Hoe komen we aan deze sneakers door de samenwerking met Restocks? Hele vette prijzen die je als speler kan winnen, maar ook als kijker. Wat moet je daarvoor doen? Volg FC Straat en Restocks op Instagram en laat in de comments weten waarom jij deze patta's verdient. Vermeld wel jouw Insta-account erbij, zodat wij kunnen controleren of je alle stappen hebt ondernomen. Luister dan, we gaan zo beginnen. Aan deze kant zie je de street captains. Zij zijn de enigen die op dit moment het recht hebben om die aanvoerdersbanden te mogen dragen. Als ze vandaag verliezen, dan moeten ze die afstaan. Tegen wie spelen zij? De uitdagers. Ze komen uit Amsterdam en zijn ook allemaal teamgenoten van Anton en de rest van het team. Mannen, er is een scheidsrechter, maar het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk onderling oplossen zoals we dat op de straten gewend zijn. We gaan zo beginnen met een 1 tegen 1 pannabattle om te bepalen wie er met de bal mag beginnen. Laten we beginnen met een box. Het is showtime. Anton, zometeen gaan we 1 tegen 1 panna spelen om te bepalen wie de bal krijgt. In 1 minuut zoveel mogelijk goals maken of een panna is gelijk klaar. Wie gaat dat bij jullie doen? Bij ons, de keeper, Leen. Waarom Leen? Hij is heel technisch en gaat een zekere panna geven. Oh, de keeper? Ja. Hij mag geen handen gebruiken, hè? Nee. Oké. Okay. Leen gaat het doen voor de street captains. Ik ga nu aan de uitdagers vragen wie zij naar voren gaan schuiven. Beide teams gaan dat niet voor elkaar weten totdat de battle begint. Marijn, zometeen de 1 tegen 1 battle om te bepalen wie de bal krijgt. Hebben jullie al besloten wie dat voor jullie gaat doen? Ja, Amani. Amani, waarom Amani? Omdat hij is technisch aan de bal en zijn afronding is gewoon goed. Oh,
Oké. Panabattle gaat beginnen. Wat staat er op het spel? Degene die dit wint krijgt als team de bal. Superbelangrijk. We spelen maar tot de 5. Dus dit is essentieel om zo goed mogelijk te beginnen. Een goed begin is het halve werk. Van beide teams. Kom maar naar voren voor degene die de panabattle gaan doen. Amani en Leen. Kom maar, ruggen tegen elkaar. Scheids, Rico in de building. En dan beginnen we in 3, 2, 1, go. Oh. Oeh, dit is gewoon een keeper, hè? Ah, ik wil panna geven. Keihard. Hey. Het is een belangrijke battle, hoor. Oh, in het begin. Oei. Dat was geen officiële panna. Zeker. Dat was per ongeluk. 10 seconden. Oké, dat gaat tijd. Dat betekent een winnende goal, jongens. Mani. Oh, hij gaat hij schieten. Nee, kapbeweging. Hij had kunnen scoren. Dit is zonde. Oh! Oh, wow, wow, wow. Dat is brutaal. Wow, wow, wow. The game is on. Het enige wat ik wil zeggen is dat je gaat uitblinken, je ding doen, gewoon rustig aan de bal en uiteindelijk gewoon gaat scoren. Gewoon je ding. Dus en hoog druk blijven geven. Geef ze ook stress, jaag het aan. Ja. Boys, we gaan gewoon die mannen pakken, gewoon je best doen en gewoon alles in school spelen. Ja, gewoon je ding doen, ja, gewoon je plezier doen. Hebben boys. En dan gewoon, ja, doe wat je normaal doet. Ai. En dan hopen dat we winnen. Ja toch, ai. Kom maar boys. Kom maar, kom maar, kom maar boys! We spelen tot de 5. We gaan eindelijk beginnen en mogen de beste winnen. Publiek, laat je horen! Ah. Street Captains, Alkmaar, zijn jullie klaar? Uitdagers Amsterdam, zijn jullie klaar? We gaan beginnen, jongens! Oh, we zijn begonnen hoor. Amani. Hard ingespeeld, goede aanname. Jop. Hoi, bal uit. Noah is dat. Oh, goede redding van Leen. Hey, the game is on. Ja, dit is gelijk ingespeeld. Goed gedaan door Noah. Noah, laat! Oh! Marijn laat gelijk zien dat hij er is. Het is 1-0 voor de uitdagers uit Amsterdam. Dit is Leen. Op Anton, terug op Leen. Dat is het voordeel van een meevoetballende keeper. Anton, mooie bal op Job. Oh, wat een bal! Oh, Amani, mooie shuffle. Onder druk uitgespeeld. Dit is jammer van Cas. Amani, Quinten. Dit is Anton die ertussen zit. Hij wil hakken. Hey. Street Captains, bro. Oh, Street Captains. Heb je die keeper gezien? Hij is kapot lang. Hij eet giraffen als ontbijt. Voeding, training, ontspanning. Terug op Milo. Milo, ja, dit is goed gedaan. Dit is goed gedaan, maar Anton zit ertussen. Achterbal. Trouwens, ben je al lid van de grootste voetbalclub van Nederland? FC Straat. Waar wacht je op? Het is gratis. Ga naar fcstraat.com. Pas op voor elkaar. We spelen op steen. Dat betekent dat je een beetje extra op moet letten. Amani wordt onder druk gezet. Dit is goed gedaan. Quinten. Anton, die zet druk. Dit is Milo. Milo. Jammer. En ingespeeld. En daar, Cas is weg. Goed gelezen van Quinten. Hey, jij bent ook een scout van Touzani TV. Laat in de comments weten wie jij vindt dat de prijs verdient om MVP te worden. De meest waardevolle speler in de league. Ja, goed gespeeld. Anton met de kap. Oh! Dit is Anton. Oei, dit is gevaarlijk. Milo is weg. Milo is weg. Milo. En heel sterk zag je die verdedigende kwaliteiten van Anton. Mag gezegd worden. Job, ga door. Hoi. Overtreding, bal bij keeper. Eerste overtreding. Eerste overtreding van de wedstrijd. Ryan. Oeh, gevaarlijk. Goeie redding van Leen. Hij redt Anton. Nog één goal, krijgen we time-out. Anton, goed gespeeld. Oh, wat een bal. Doet die toch netjes, man. Anton tegenover Marijn. Anton, goed gespeeld. Ryan.
En dan Merijn. Oh, mooi gedaan door Merijn, zeg. Als je goed kijkt, dit is voetbal op het allerhoogste niveau van deze leeftijdscategorie. Amani, Amani, Merijn! Op de paal! Oh, op de paal! Oké, geen beschermers worden weggegooid. Dit is goed gedaan door Amani, wat een mooie actie! Wow! Er zin in die Zidane. Anton, dit is gevaarlijk. Job, mooie aanname zeg. Zag je de achterstand bij een aanname van Job? Hij wist al wat er zou gebeuren, hè? Besef. Kan je van leren, kan je van leren. Oeh! Anton. Het is, Anton zit er weer tussen. Slim dat hij er tussen zit. Oh, ho, ho, ho. Hey. Oh, ho, ho, ho. Kan gebeuren, even een handje geven aan elkaar. Anton zag dat die bal hoog ging stuiten, dat hij daar slim op inging. Dat was echt magistraal. Goeie bal! Oh, die moet je hard raken. Goeie bal van Job. Ja, hij heeft hem nog. Hij heeft hem nog. Ja! Nee! Oei, wat een wedstrijd, jongens. En wat een goede keeper hebben ze staan daar. Pas op, Job. Hij is de laatste man, maar hij gaat door. Redding van Quinten. Goede keeper hebben ze. Gelukkig gaan we maar tot de 5. Want deze wedstrijd kan uren duren. Uit de draai, wat een bal! Oh. Hoe ziet hij dat? Nee, goed gedaan, hè. Maar Merijn zit ertussen. Slimme speler ook. Behendig, snel. En dan Milo! 2-0! We krijgen een time-out. Tik die bal gewoon rond, want we dribbelen nu meestal naar verlies van de bal. Want je kan hier niet goed dribbelen. Je zag het twee keer toen ook met Milo en Amani. Milo ging diep aan, Amani speelde hem. Ja, hij geeft hem voor, maar hij kan bijna scoren. Maar na de 1-0 werden we wel scoren. Er moeten meer mensen lopen. Ja. Op zich gaat het in de verdediging wel goed. Daarom. Verdediging is best wel prima. We moeten gewoon goed druk op de bal houden. Ja. En veel paten bij de plekken, want dan zie je dat Lenin de problemen komt. Ja, is goed. En meer vooruit komen. Ja. Kom aan, boys. We samen moeten we meer schieten, in de hoeken schieten. En gewoon vol die bal pakken, want we zijn gewoon een stel, ja, bangerik. Stuk agressieve, boys. Ja. Dat gaat wel lukken. Kom op, boys. Mogen de beste winnen in 3, 2, 1, kom maar. Dus Kas, mooie aanname. Kas tegenover Merijn. Oeh, goed gedaan! Dat is 2-1! Shootouts! Wie gaat bij jullie de shootout nemen? Merijn de tovenaar. Je krijgt zometeen 10 seconden de tijd. In 3, 2, 1, kom maar. Merijn tegenover Leen. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Oeh. En. Kijk. Het is klaar. Hele belangrijke redding van Leen. 3, 2, 1. Kom maar. Super belangrijk dit. Dit is Anton. Hij heeft 10 seconden de tijd. Ai. 2-1. We gaan wisselen van helft. En we krijgen ook gelijk een time-out. Net die goede actie, als je meteen uitbrengt, dan zie je, je scoort meteen, draai een goede goal. Gewoon de hele tijd vrijkomen. Ja. En ook gewoon fel zijn. Gewoon vol. En de hele tijd vrijkomen, heen en weer. Het gaat gewoon lekker mooi. En hou die man voor. Ja. Kom op, boys. Die mag gewoon goed pakken. Ja. Ja, maar hij mag er niet laten. Je moet er zo zijn, we zijn slim begonnen. Ja. Scherp. Gewoon scherp. Ja. En blijf tikken, gewoon, dat we er doorheen kunnen voetballen. Ja, gewoon veel schieten. Eén lange bal. Kom op. Die shooter moet niet. We pakken het nog. 3, 2, 1, kom maar. Oei, gevaarlijk zeg. Kon er zomaar in vliegen, voetbal. Oh, op de bal. Oh. En gelijk de tegenaanval, Milo, cornerbal. Op Anton. Anton, goede aanname. Goed gespeeld, dit is Kas. Dit is Ryan. Dit is Kas. Oh. Noah, op Milo, Milo is weg, achterbal.
Goed gespeeld. Strakke bal. Merijn zit ertussen. Redding van Leen. Reclame voor het straatvoetbal. Quinten gaat schieten van afstand. Voor de bal. Je mag alleen niet in één keer scoren tenzij die onderweg aangeraakt wordt. Het is goed gedaan. Oei. Het is Noah. Noah met de dreiging. Wil een panna geven. Dit is Amani. Amani, Amani, Amani. Niks. Bal, niks. Bal. Dit is Job. Oh. En dan Amani. Yo! Bal! Wow, wow, wow. 3-1. 3-1, wat een actie van Amani, wat een actie. Goed gedaan door Job weer. Hè? Ai, 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 Job verdient meer. Job speelt een hele goede wedstrijd namelijk. Oeh, goede 1-2. En Job. Goed gedaan, schieten! Oh! Goed gedaan door Kas, binnen. Ai, 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 ai. De street captains zijn nog niet uitgespeeld, maar hebben wel serieus een probleem. Amani. Amani. Uit. Oh, achterstandbeen. Bijna een goal. Pas op, Leen. Pas op, Leen. Het is gevaarlijk wat je doet. Oh. Bijna afgestraft. Het is een goede meevoetballende keeper, maar dat brengt ook risico's met zich mee. Goed gedaan hoor. Oei, 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 oei. Het is een actie. Pas op voor elkaar. Oh, de redding van Anton. Wat een baas. Anton toont leiderschap. Het is nog niet voorbij. Dit is gevaarlijk, Leen. Amani, laatste man. Het is gevaarlijk wat je doet. Super gevaarlijk. Maar het loopt goed af. Merijn. Goeie bal van Merijn. Oh, sorry dat ik zoveel schreeuw, maar het is 4-1. En we krijgen een time-out. Jongens, als het gevaarlijk is, schiet die bal gewoon weg. Ja. En als je die bal verliest, meteen terugspeelt en niet gaan terugjoepen. En we doen een beetje nonchalant, man. We moeten gewoon strijden, gewoon door. We zijn er nog steeds niet, we moeten alles blijven geven. Ja, ze mogen niet scoren. Niet duels blijven maken, geen zometeen weer vanaf het begin. Als ze één keer scoren, gaan ze terugkomen. Dan. Ja. Gewoon nu gelijk afmaken en dan zijn we klaar. Kom aan, boy. 4-1 achter, ik zeg het vaker, alles is nog mogelijk. En als alles mogelijk is, betekent het toch ook dat de street captains alsnog winnen. We gaan beginnen in 3, 2, 1, we zijn begonnen. En het is klaar! Oei, 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 oei. Anton, winnen is alleen fijn als verliezen pijn doet. Hoe pijnlijk is dit? Heel erg pijnlijk. Waar ging het fout? Opbouw. We waren heel slordig aan de bal, nonchalant. En dan zie je wat er gebeurt als je dat doet. Vond jullie ook echt minder dan hun? Of ja? Heel erg minder. We speelden slecht samen, we durfden ook geen acties te maken en daardoor speelden we ook raar die ballen in. En daardoor verloren we en toen konden ze scoren. Als ik zeg dat ik jullie sowieso wil uitnodigen om terug te komen, wat zeg je dan? Ja, ik denk dat we dan wel graag willen terugkomen. Wat gaan jullie daaraan doen om terug te komen, om nog beter te zijn? Nou, gewoon door blijven oefenen en dan kunnen we uiteindelijk weer verslaan. Ik vind dat ik te weinig heb benadrukt dat je echt een geweldige wedstrijd hebt gespeeld. Hoe kijk je er zelf naar terug? Nee, niet heel goed, nee, niet heel slecht. Maar ik had meer moeten scoren. Ik had heel veel scoringsmogelijkheden. Wauw, altijd zelf kritisch. Dan haal je ook het beste uit jezelf. Ryan, ik vond je een hele mooie vervanger. Kas, supergoed gespeeld. Ook hele stiekeme acties. Leen, heel mooi meegevoetbald. Daardoor konden jullie vaker uit de druk komen. Maar goed, er is de tijd van komen, het is de tijd van gaan. Jullie tijd van gaan is gekomen. Het is het moment om de aanvoerdersbanden over te dragen. Maar zoals ik al zei, ik wil jullie terugzien. Ja, dit is netjes, ja. Bij verliezen hoort ook sportiviteit. En dan moet je de band gaan overdragen. Dit is de nieuwe street captains van de FC Straat League. Merijn, hoe ging het? Goed, goed.
Maar ja, het ging zeker goed. Ja, gewoon goed. Had je het verwacht dat je 5-1 zou winnen? Nee, dat niet. Want in de andere potjes waren Anton en zo zijn team ook heel goed. Nu ook, maar ja, ik weet het niet. Misschien waren wij ook wel goed. Jullie hebben in ieder geval ook een hele goede keeper. Die hield alles alsof het niks was. Jij eet giraffen, bro. Nee, ik eet gewoon mijn moeders eten, nasi. Je weet toch. Ah, mama said rice. Zeker, je bent aan het shinen. Amani, jij gooit er wel een paar keer los. Waar heb jij die skills vandaan? Dat weet ik niet, gewoon van mijn broer. Veel oefenen op straat? Ja, ook. Elke dag voetballen bijna. Elke dag voetballen, ja. Merijn, de nieuwe tegenstanders staan al klaar. Wat wil je tegen ze zeggen? Nou, veel succes en mogen de beste winnen. En wie zijn de beste? Wij. Hey, vond je deze video nou tof? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daar om de laatste video te zien. En klik daar om gratis lid te worden van de grootste voetbalclub van nu nog Nederland, maar later ook de hele wereld. FC Straat. Peace.